Mijn naam is Otto van der Hoven. Samen met mijn vader zit ik in maatschap. We hebben hier 110 koeien, 80 stuks jongvee. Gemiddelde productie ligt op ongeveer 9000 liter. Met 450 vet, 360 eiwit. We hebben een nieuwe stal gebouwd omdat de oude te klein werd en toch door wilde richting de toekomst. De gewenste hoeveelheid aantal dieren was ongeveer 120 en daar hebben we dus de nieuwe stal op aangepast. Zelf ontworpen. In mijn vorige stal had ik geen krachtvoerboxen. Toen werd er gevoerd in de melkstal. In de nieuwe stal wilde ik dat niet in verband met het keuze voor een zij-en-zij melkstal. En daarom ben ik overgegaan om het voeren met krachtvoerboxen in een nieuwe stal. De keuze voor deze krachtvoerbox was vooral bepaald vanwege het feit dat er dus meer koeien op één krachtvoerbox kunnen. Je optimaliseert je koeverkeer en er is ook minder krachtvoerboxen nodig zijn in de gehele stal. Deze box heeft een open karakter. Een koe is een kuddedier. Door de buizenconstructie kan hij de andere soortgenoten zien, waardoor hij zich veel prettiger voelt in de omgeving. De T-poort staat in de beginsituatie altijd dicht, zodat de koe dus aan de achterkant de box kan betreden. Deze koe is in de krachtvoerbox gekomen, is herkend door de poottransponder en de herkenning die op de vloer zit. Het voer wordt gedoseerd in porties van 35 gram in de kleine voorraadbak. Deze bak is zo klein, zodat de koe voldoende ruimte overhoudt om de krachtvoerbox te verlaten. De voorhek zit gesloten, het achterhek zit gesloten, waardoor de koe dus volledig vrij zijn krachtvoer op kan nemen. Op dit moment is de laatste portie is gedoseerd. Het voorhek gaat open, het achterhek gaat open en de koe kan de box verlaten. Nu komt er direct een koe achteraan die de voorste koe wegjaagde. Het voorhek gaat dicht. Het is even wachten of die herkend wordt. De koe wordt herkend, die krijgt geen krachtvoer. En mag nu dus gewoon weer doorlopen. En dan kan er weer een andere koe kan er weer opnieuw in. En daardoor zijn er snellere wisselingen. De krachtvoerboxen zorgen zeker voor rust in de stal. Rust voor een koe is heel belangrijk, omdat hij dan dus meer voer op kan nemen. De koeien hoeven niet terug uit te lopen. Ze kunnen aan de voorzijde de krachtvoerbox verlaten. En dat betekent dus ook dat ze niet gestrest worden door dieren die achter de koe staan, die ze tegenhouden. Daardoor heb je ook veel minder last van bloeduiers. Of in dit geval eigenlijk helemaal geen last. En rust zorgt ervoor dat de koeien dus meer melk geven. En een beter rendement dus. Ik ben bijzonder blij met deze krachtvoerbox van Hanskamp, omdat hij volledig voldoet aan mijn verwachtingen.